Het is nog maar net bekend en ik geef je een verslag uit eerste hand, dus hou je vast, want er is zojuist nieuws onthuld dat de structuren van de voetbalwereld op zijn grondvesten zal doen schudden. Ja, Feyenoord Rotterdam fans, dat klopt, nieuws dat alleen kan worden omschreven als ongelooflijk en verrassend. Zijn jullie er klaar voor? Want, mijn hemel, wat zojuist naar buiten is gekomen is een echte bom van een verrassing die alle fans versteld zal doen staan. Ik weet dat je het niet verwachtte, maar bereid je voor op een onthulling die iedereen verrast en die de komende dagen voor veel opwinding en speculatie zal zorgen. Voordat we verder gaan, is het belangrijk om te controleren of je al lid bent geworden van ons kanaal, zodat je altijd op de hoogte bent van alles wat er speelt in de wereld van Feyenoord. Na het spannende gelijkspel in de Kuip tegen AS Roma blikt trainer Arne slot terug op de prestaties van de ploeg en kijkt hij vooruit naar de uitdagingen die voor ons liggen. Hoewel de 1-1 stand Feyenoord aan de leiding houdt, erkent Slot dat er werk aan de winkel is voor de uitwedstrijd tegen Roma. In een interview met ESPN deelt Slot zijn indrukken van de wedstrijd en verwachtingen voor de volgende ontmoeting. Hij benadrukt dat het belangrijk is om de tegenstander niet te onderschatten, zelfs met de mogelijke terugkeer van belangrijke spelers. We kunnen de spelers van vandaag niet onderschatten. Iedereen heeft een belangrijke bijdrage geleverd en we moeten dat prestatieniveau vasthouden, al dus de coach. Die zich bewust is van de moeilijkheden die hen te wachten staan op Romeinse bodem. Ondanks de gunstige sfeer in de kuip hoopt Slot dat de scheidsrechter onpartijdig zal zijn in de volgende wedstrijd en herhaalt dat er gewonnen moet worden, of het nu in de reguliere tijd, extra tijd of strafschoppen is. Terwijl het eerste elftal de strijd aanging met AS Roma, viel het jeugdteam van Feyenoord opnieuw op, met de jonge Givero Riet die op 17-jarige leeftijd zijn debuut maakte. Riet, afgelopen zomer overgenomen van FC Volendam, heeft indruk gemaakt in de U18-wedstrijden en de Youth League en zijn debuut voor Feyenoord 1 was een emotioneel moment voor de rechtspek. In een interview deelt Riet zijn opwinding en onthult hij dat hij niet zeker wist of hij wel op het veld zou staan. Zijn vastberadenheid en de steun van de coachingstaf stelden hem echter gerust. Slot van zijn kant prijst de kwaliteiten van de jonge speler en benadrukt zijn moed en capaciteiten, waarmee hij zijn belang voor Feyenoord onderstreept. Met opkomend talent en ervaren leiderschap vervolgt Feyenoord zijn reis in de Europa League, traditie en jeugdverenigend op zoek naar glorie. Vergeet niet je like achter te laten. Laten we ons team bij elke stap steunen, want de veelbelovende toekomst ligt in onze handen.